In de zoektocht naar een nieuwe trainer lijkt Excelsior uit te zijn gekomen bij Ricardo Moniz. Die begon dit seizoen als trainer van Trenčín in Slowakije. Stapte daar halverwege op en is dus beschikbaar. Gesprekken zouden nu wij hier bij elkaar zitten nog gaande zijn, Harry. Ja. Zou het een goede zaak zijn? Komt de Moniz naar Wallenstein? Nou, mijn eerste idee daarbij was dat het zo'n trainer is die juist tijd nodig heeft om een team te boetseren, of hoe je het ook noemen wil. Waarom vind je dat dat bij hem past? Nou, ik heb met hem op de cursus gezeten. Ik weet dat hij een ontzettende, een beetje eigenwijze mening over voetbal heeft. En dat ook graag in wil brengen. Je moet hem vergelijken met misschien Peter Bos toch wel. Die ook enorm vanuit een eigen filosofie werkt. Maar wat is dan het eigenwijze van Moniz? Nee, maar zijn tactiek, de manier waarop je met spelers omgaat en dat soort zaken. Daar heeft hij gewoon zijn eigen... Je bent niet zo enthousiast, begrijp ik. Nee, maar het gaat erom. Dit is natuurlijk even iemand die de crisis moet zien te doorbreken. Die troubleshooter. Ja, nou ja, dan lijkt dat je hebt trainers als Louis van Gaal, Co Adriaanse. Dat zijn mensen die hebben graag dat ze de tijd krijgen om een team helemaal op te bouwen. Die lijken mij voor Excelsior niet beschikbaar. Nee, maar hij lijkt mij ook dat type. Dus voor 5 wedstrijden denk ik te kort. Als je hem een paar jaar zou gaan, denk ik dat je een uitstekende trainer bent. Is dat het idee, Dennis, voor 5 wedstrijden? En daarna is het alweer over? Nou, het hangt ook van de kant van Moniz. En voor elke trainer hangt het er natuurlijk vanaf waar speelt Excelsior voor volgend seizoen. Hè? Want Moniz is inderdaad, als ik jou ook goed begrijp, hoe ik er zelf ook naar kijk, iemand voor, met een lange termijn visie vaak. En die komt nu als interimmer de klus klaar. Ik kan me voorstellen, als hij ze er voor ons inhoudt, liefst rechtstreeks, dat hij daarna misschien ook wel gewoon in de Eredivisie blijft. Die ambities heeft hij. Heeft hij nooit onder stoelen en banken gestoken. Maar wel inderdaad, als hij heel veel inspraak heeft, ook op het lange termijn beleid bij een club. Zou je het zien slagen, Emiel? Moniz en Excelsior? Ik ben het helemaal met Dennis eens. Want ik denk eerlijk gezegd dat zelfs al zouden ze degraderen, dat hij dan nog geschikt zou kunnen zijn. Want dan moet je ook weer iets op gaan bouwen. Ja, wel geschikt zijn. Maar ik weet niet of hij dat dan wil in de eerste divisie wil blijven. Hij was ook in gesprek met Dordt op een gegeven moment, nog niet zo lang geleden. Alleen daar ketste het op financiën af. Ja. Die jongen wil graag gaan werken. En die heeft ook wel wat bewezen. Alleen het is een beetje indachtig wat Harry ook zegt. Hij gaat echt uit van een manier van voetballen. En dan moet je een beetje denken aan de Red Bull Salzburgs van deze wereld. We hebben het met Trenčín gezien. Heel veel pressie naar voren, durven voetballen. Sterk in de omschakeling, ja, maar... Blijft er voor mij één vraag hangen dan nu, Emiel. Kan dat met dit Excelsior? Nee. Daar hebben ze gewoon de 2 spitsen niet voor. Maar hoewel, Eckert zou dat misschien, die zou dat wel kunnen, die Duitser. Die heeft wel die laufpensum die natuurlijk graag ziet. Dat zal nog wel een spits naar zijn hart zijn. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat Excelsior heel erg verdedigend zichzelf goed moet organiseren in de laatste wedstrijd. Ze moeten overlevingsvoetbal spelen. Ook, maar ze moeten een keertje doelpunten gaan maken. Nee, dat hoort erbij. Ja, daar is een ernstig gebrek aan. Je begint eerst met de boel afgrendelen en dan ga je proberen ergens een goal te maken. En dan hopen dat je ergens 3 punten kan meepikken.